De Amerikaanse Visual Effects Society, VAS, is niet zo blij met het optreden van James Corden en Rebel Wilson tijdens de Oscars. De twee reikten de Oscar uit voor beste visuele effecten en dat deden ze gehuld in een kattenkostuum, ongeveer zoals ze eruit zagen in de hopeloos geflopte film Cats. Voordat ze de genomineerden opnoemden, zei het duo, om de beurt, als leden van de cast van de bioscoopfilm Cats begrijpen wij als geen ander het belang van. In koor, goede visuele effecten. In de zaal stegen lach en applaus op. Maar het genootschap dat de artistieke beroepsgroep vertegenwoordigt vindt de grap minder geslaagd. In een verklaring stelt de vereniging dat je met de beste visuele effecten van de wereld een slecht verteld verhaal niet zult kunnen compenseren. De musicalfilm Cats van regisseur Tom Hooper werd eind vorig jaar groots aangekondigd en had een sterrencast. Maar al vanaf de eerste dag schoten critici het resultaat af. Ze noemden de film weerzinwekkend en onnodig geseksualiseerd. Ook de bekende liedjes kwamen volgens de pers niet goed tot hun recht op het witte doek. Op een avond waarop het allemaal gaat om het eren van het werk van getalenteerde artiesten is het enorm teleurstellend dat de Academy van Visuele Effecten een grap maakt. Het is vernederend voor de internationale community die geweldig werk aflevert, aldus de VAS. Push came the shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.